Gelre Ziekenhuizen wil de beste zorg leveren aan al haar patiënten. Dus ook aan jou. Nu we weer meer patiënten met corona in ons ziekenhuis krijgen, werken we er hard aan om ook zorg te blijven bieden aan andere patiënten. Misschien vraag je je af of het wel veilig is om naar Gelre Ziekenhuizen te komen. We snappen die vraag. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat je in ons ziekenhuis zo veilig mogelijk bent. Daarom nemen we maatregelen om jou en onze medewerkers zo goed mogelijk te beschermen tegen besmetting met het coronavirus. We laten je een aantal van deze maatregelen zien. Je krijgt ermee te maken als je naar ons ziekenhuis komt. Wanneer je geen gezondheidsklachten hebt die lijken op coronaklachten, zet je voordat je het ziekenhuis binnenkomt je eigen mond-neusmasker op. Vervolgens kun je met het masker op doorlopen naar je afspraak, onderzoek of opname. Heb je wel klachten, zoals hoesten, niezen of koorts? Dan meld je je bij het uitgiftepunt bij de hoofdingang van ons ziekenhuis. En je krijgt een medisch mondneusmasker. Je gaat met dit medische masker op naar je afspraak, onderzoek of opname. Je blijft je eigen of medische masker dragen tot je Gelre Ziekenhuizen weer verlaat. Je verlaat ons ziekenhuis via de aangegeven route bij de hoofdingang. In de wachtkamer zijn maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat iedereen voldoende afstand tot elkaar houdt. Met posters op diverse plaatsen herinneren we iedereen aan de 1,5 meter afstand. Verder geven we op enkele plaatsen met lijnen en pijlen looproutes aan. In Gelre Ziekenhuizen werken we achter de schermen als 2 ziekenhuizen. We houden de behandeling van patiënten met corona en patiënten zonder corona gescheiden. Patiënten bij wie corona is vastgesteld liggen geïsoleerd op aparte kamers of op een speciale corona-afdeling. Het blijft belangrijk om maatregelen te nemen die het risico van verspreiding tussen mensen beperkt. Daarom mag je als patiënt in Gelre Ziekenhuizen wel bezoek ontvangen, maar in beperkte mate. Daarnaast kom je in principe alleen naar je afspraak. Daardoor zijn er namelijk veel minder mensen in ons ziekenhuis aanwezig. En hebben we meer ruimte om patiënten te zien. Al deze maatregelen helpen het beste als we ons allemaal aan een aantal belangrijke hygiëneafspraken houden. Handhygiëne is belangrijk. Daarom vind je bij de hoofdingang en op andere plaatsen in ons ziekenhuis pompjes met handalcohol om je handen te desinfecteren. Was je handen grondig. Schud geen handen. Hoesten of niezen doe je in je elleboog. En gebruik papieren zakdoekjes. Natuurlijk houden we 1,5 meter afstand tot elkaar. Ook als de ruimte even wat krapper is. Neem in zo'n geval je verantwoordelijkheid. Houd afstand en wacht tot de ander gepasseerd is. Samen zorgen we voor een zo veilig mogelijke omgeving. Voor onze medewerkers en voor jou. Zorg beter voor elkaar. Ga voor meer informatie naar www.gelreziekenhuizen.nl.